Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe serie. Een serie die ik eigenlijk al bijna een jaar beloof. Maar zonder verder gedoe en dingen gaan we beginnen met onze Java tutorial lessen. Zoals jullie heel goed op het beeldscherm kunnen zien. En zoals jullie misschien hebben gezien aan de titel, beginnen we bij les 0. En waarom begin ik met les 0? Nou, dat is een kleine introductie, want eigenlijk doen we vandaag nog geen Java. We zetten puur de basis op en ik praat eventjes over Java, want dat heb ik voorbereid. Weet je wel. Dus allereerst, wat is... Hallo? Doe je het? Ja, allereerst, wat is Java? Stomme PowerPoint. Wat is Java? Nou, Java is een objectgeoriënteerde programmeertaal. Volgens Wikipedia. Wat betekent dat? Dat je objecten hebt in een programmeertaal. Kom allemaal later op. Het is allemaal ingewikkelde meuk momenteel. Het is een programmeertaal waar je eigenlijk... Die gewoon platform onafhankelijk is. Dus je hebt... Stukjes code die zijn objecten. En objecten kun je op meerdere plekken gebruiken. En als je één object hebt en die zet je op twee plekken neer. Als je dan het ene object aanpast, dat ook meteen die andere meegaat. En dan kun je leuke dingen mee doen. En objecten kun je eventueel weer klonen. En meerdere keren dezelfde object gebruiken. Zie het maar als een template. Zeg, we hebben hier het object mobiel. En heb ik er twee? Goed voorbereid. En ik heb hier nog een keer een object mobiel. Dit zijn niet dezelfde objecten. Dus als ik aan deze object het knopje... deze mobiel heeft bijvoorbeeld het object... Heeft knopjes. En dat heeft 1, 2, 3, 4, 5 knopjes. En deze telefoon heeft geen knopjes. Dus dan zou je zeggen... Dit object heeft het aantal knopjes. En dat zegt 5. En dit heeft het aantal knopjes 0. En zo heb je twee objecten. Fysieke objecten in dit geval. Maar je hebt twee objecten. En de ene heeft dus andere waardes dan de ander. Zeg, ik zou een ongeluk hier een knopje van slopen. Dan heeft deze nog maar 4 knopjes. Of ik zou er een knopje opzetten voor de grap. Dan heeft hij spontaan 6 knopjes. En deze wordt dan niet veranderd. En dat zijn eigenlijk objecten. Een beetje fysiek objecten gezien. Dus als je één object aanpast, dan hoeft de andere niet mee te gaan. Maar zeg, ik zou een kloon hebben. Dus ik zeg, deze telefoon, die sla ik op in mijn broekzak. En soms stop ik hem in mijn hand. Of ik nou hier 6 knopjes op heb gezet, of hij nou in mijn broekzak zit of in mijn hand. Het blijft hetzelfde object, dus het aantal knopjes verandert niet. Dat is een beetje het idee van objectgeoriënteerd programmeren. Dat je objecten hebt en daar kun je dingen in opslaan en die worden gesynchroniseerd. Beetje het idee. Dus ja, zo probeer ik even een korte introductie. Als het onduidelijk is, we gaan de volgende episode gaan we helemaal op verder en gaan we het beter uitleggen. Momenteel les 0, dus even... Probeer de theorie uit te leggen. Voor de mensen die dit snappen, gefeliciteerd. Je bent een dag slimmer geworden. Java is op je platform onafhankelijk. Wat betekent dat? Dat betekent dat je het op Windows kan draaien. Hetzelfde programma voor op Mac. Hetzelfde programma voor Linux. Hetzelfde voor de Raspberry Pi. Als je je Android root access geeft, dan zou je hem zelf nog op je mobiel kunnen draaien. Operating system, elke computer... Die Java support kun je hetzelfde Java programma opdraaien. Mits je de goede versie hebt. Maar dat gaan we zo meteen over hebben. Dus Java maakt niet uit waar je het neerzet. Het is allemaal hetzelfde programma. In heel veel programmeertalen is dit niet. Dus eventjes disclaimertje van. Hey, Java is geweldig. Het is afgeleid van C++. C++ heeft een bepaalde manier van objectgeoriënteerd programmeren. En Java dacht van. Hey. Het gaat allemaal heel ver terug in de tijd. Maar vroeger was het van, hé, dit ziet er wel handig en bruikbaar uit. Laten we dit een beetje anders doen. En laten we het platform onafhankelijk maken. En een beetje hiernaar afkijken hoe hun werken. En ongeveer dezelfde stijl hanteren. Inmiddels lijkt het niet meer heel erg op elkaar. Heel veel dingen zijn anders geworden. Maar hey, het is afgeleid oorspronkelijk van C++. Heel veel talen die weer vanaf Java afgeleid zijn. Zijn bijvoorbeeld C#, PHP is er heel erg afgeleid. Hebben we nog meer talen die ik even uit mijn hoofd kan doen? F#. Dat zijn allemaal talen die weer afgeleid zijn van Java. Dus het is een beetje een goede middenweg. C++ is een stuk moeilijker programmeren. En C# en F# bijvoorbeeld zijn alleen maar platformafhankelijk. Niet helemaal meer, maar zijn platformafhankelijk. Dus Java zit een goede weg ertussen. En dan komen we op het punt, waarom kiezen we momenteel voor Java? Dat is waarom kies ik voor jullie voor Java. Allereerst is platform afhankelijk, zoals ik al zei. Dus je kan het lekker op elk operating system zetten wat je wilt. En het werkt daar leuk. Het is heel veel gebruikt. En dat is eigenlijk geen reden. Vind ik zelf. Als je zegt van ja, de audio jack. Ja, dat is oude technologie. Wie gebruikt het nog? Komt uit 1970 of zoiets. Zo van ja,
is oud. Dat is toch geen reden? Veel gebruikt is ook geen reden. Maar omdat het veel gebruikt is, is er heel veel support voor op het internet. En als je een probleem hebt, kun je dat ook vaak terugvinden weer op het internet. Zo van, dit is, zeg maar, hey, hoe werkt dit? Hoe zit dit stukje in elkaar? Hoe hebben andere mensen dit opgelost? En dat kun je gewoon weer doorspelen. En dat vind ik leuk. Dus het is heel veel support, is heel veel support voor. En daarom vind ik het eigenlijk een reden om het te gebruiken. Omdat het veel gebruikt wordt, is het dus meer, wordt het meer gebruikt. Het is een soort van een spiraal idee. Maar aan de andere kant, het is alleen maar positief. Dus dat is de reden. Het is niet echt een reden, maar... Dus waarom ik het voor jullie zeg maar in doe, waarom ik het hier als serie doe momenteel. Ik had ook C# kunnen kiezen, ik had ook PHP kunnen kiezen. Ik had JavaScript kunnen kiezen, noem het maar allemaal op. Waarom ik begin met Java is omdat het niet een grote instap heeft. Sommige talen zijn best moeilijk om in te beginnen. Er is heel veel voorkennis van nodig. Of je moet al weten hoe objecten in elkaar zitten. Java is dat niet heel erg het geval. Het is een stuk makkelijker om in te stappen. Vond ik vroeger toen ik begon. Dat is ongeveer in de eerste van MBO, van mijn MAVO geweest. VMBOT, zoals tegenwoordig heet, TL. Ik heb een zelfstandige VMBOT. Oftewel gewoon MAVO. Daar begon ik in de eerste mee. Rond groep 8, daartussenin. Voor mij de zomervakantie ertussenin. Dus ja, ik vond het zelf niet heel moeilijk om in te beginnen. Het is makkelijk op te zetten. Dat gaan we zo meteen doen. Dus don't you worry, geen paniek. Zo meteen gaan we het allemaal opzetten. Dat is lekker makkelijk. Ik heb mijn hele computer Java leeggehaald, zodat we het kunnen opzetten. Ten tweede is het object georiënteerd. En dat zei ik net al. Zo van, hè, het objecten. En dat is heel fijn in de programmeerwereld. Om objecten te hebben. En RAM links in plaats van... direct in RAM schrijven. En wordt heel veel voor je gedaan. Wat heel veel dingen makkelijker maakt. Komen we allemaal later op terug. Dus don't you worry. Maar, dus ja, dat. Dus ja, het is een beetje... Het doet heel veel voor je. Zonder dat je daar last van hebt. In ding. En als laatste reden waarom ik voor jullie begin met Java. Ik bedoel, ik moet ook een taal maar kiezen. Java is mijn favoriet. Het is mijn eerste echte programmeertaal geweest. Ik heb scripts gehad daarvoor. Zoals JavaScript, PHP en dat soort dingen. Dat zijn niet gecompileerde talen. Dus vallen onder een scripttaal. En daarom tel ik het niet als programmeertaal. Scripttalen zijn makkelijker om mee te beginnen. Dus dan kom ik eigenlijk weer terug op de probleem niet te grote instap. Zo van, eigenlijk is het een grotere instap dan een scripttaal. Maar aan de andere kant, je kan er zoveel sterkere dingen mee. Dat ik het eigenlijk eerlijk vind om zo te beginnen. Dus hey. Dan als laatste. En dan komen we zo meteen weer op terug. Welke versies gaan we deze afleveringen behandelen? 1.8 heet het. Lambda zitten daarin. Dat is het grootste verschil wat daarin zit. Gebruikswijs. En waarom kies ik voor deze versie? Nou, hij bestaat al sinds 2014. Als je tegenwoordig een computer hebt waar Java op geïnstalleerd is, mag je ervan uitgaan dat het 1.8 is. Zo niet, forceer het. tegenwoordig een goed voorbeeld is modded Minecraft. Die zijn tegenwoordig aan het overstappen naar 1.8. Als je 1.7 hebt, dan willen sommige mods het nog supporten. Maar heel veel mods zeggen gewoon, ga gewoon naar 1.8. We zijn inmiddels 3 jaar oud. Dat is bijna 3 jaar. Vanaf april is het 3 jaar. Zo van, switch gewoon over. En wat gaan we gebruiken? Wij gebruiken de JDK, de Java Development Kit. Waarom? Omdat dat allemaal al dingen standaard voor ons heeft geregeld. Lekker makkelijk om te installeren. Je kan ook de JRE nemen. Dat is de Java Runtime Environment. Staat gewoon op een speakbriefje. En daarin kun je alleen Java runnen. En dan kun je zelf tools in gaan zetten. Alleen als we dat gaan doen, dan zijn we over 2 jaar nog niet klaar. En ik heb het vroeger gedaan. JRE gezet en dan zelf tools erin geïnstalleerd. JDK was makkelijker. Ik heb nooit het verschil, echt het fysiek het verschil gemerkt. Oh, ik heb het handmatig gedaan. Dus ik heb nu een voordeel op iemand die de JDK gewoon heeft geïnstalleerd. Dus, dat was mijn presentatie. Stap 2. En ik wil graag mijn OBS blijven zien, dank je. Stap 2, we gaan Java installeren. Dus, wat doe je? Je gaat gewoon naar Google. Hoppakee. En dan typ je in Java. Het is heel moeilijk. Allereerst moeten we controleren. Ik ga een stap te snel. Wacht even, hoop terug. Allereerst gaan we naar je CMD, command line, whatever. Overigens, deze tutorials zijn alleen Windows gebaseerd. Als je Mac hebt, zullen sommige dingen anders zijn. Zeker met het installeren. Maar ik ga gewoon vanuit dat je Windows hebt. En ik hoop dat je het kan volgen op een Mac of op een Linux. Maar het is voornamelijk, ja, Windows gebaseerd. Dus, hey.
Dus, wat moet je doen om te kijken of je Java hebt? Je typt gewoon hier in Java, min-min version. Spatie tussen min-min en Java. Nou, bij mij zegt hij, hey, ik heb geen Java geïnstalleerd. Gefeliciteerd. Dus wat moet je allereerst doen? Stomma normaal Java installeren. Als je hier Java wilt installeren, zeker via Google Chrome, gaat hij zeggen van, hey, hele mooie knop. Alleen, kleine tip, dit is de 32-bits Java. Op een of andere manier zegt Google Chrome altijd, ah, ik ben 32 bits. Wat ik altijd doe is dan zelf Windows Offline 64 bits. De download is iets groter, alleen je hebt gegarandeerd 64 bits. Groot voordeel als je het mij vraagt. 64 bits is niet alleen sneller, maar het zorgt ook voor dat je meer RAM kan toewijzen aan je bijvoorbeeld Minecraft. En er zijn heel veel andere grote voordelen. Dus, ik verander nog eventjes mijn destination folder. Want ik wil het op mijn E-schijf hebben. Zet Java nooit op een externe harde schijf, op een USB-stick of dat soort dergelijke. Never, nooit doen. Kijk. Doe ik dit goed? Nee. Ik doe dit niet goed. Nieuwe map. Java. 1.8. Mag je hier nou nummers in zetten? Ja, ook. Oké. Dus ik installeer even snel Java. Jullie kunnen het samen met me meedoen. Hoppakee. Dus zorg ervoor dat je altijd de 64 bits hebt. Want als je computer dat aan kan. Ik denk dat er weinig machines nog zijn die dat niet aan kunnen vandaag de dag. Ik bedoel, 64 bits bestaat al sinds 2009 uit mijn hoofd. Zoiets. Dus als je apparaat niet aan kan, misschien moet je een nieuw apparaat nemen. Dus hey, Java geïnstalleerd, gefeliciteerd, hooray. Officieel moet je je computer opnieuw opstarten. Tussen deze stap en de volgende stap. Maar hey. Dus, stap 2 is de JDK zoeken. En stiekem staat hier al een linkje. Maar dat linkje dat staat er niet altijd. En moet je moeilijk doen in JDK download. En sommige mensen hebben al Java geïnstalleerd. Dus de tweede manier om bij die pagina te komen. En zo kom ik op dezelfde pagina. Java JDK. Java Development Kit. En op een of andere manier kom je altijd op dezelfde pagina uit. Google, geweldig. Dus ja, momenteel zitten we op update 121. Ik denk dat het niet heel erg gaat verschillen als je een andere neemt. Maar hey, ik zeg het toch eventjes. Dan zeg je, hey, ik wil graag de JDK. En dan zeg je, ik accepteer de license. En dan moet je de juiste versie zoeken. Weer 64 bits voor mij. En tada. Moeten we ook weer die installeren. Grappig genoeg, voordat deze aflevering begon, leuk site info, terwijl we moeten wachten tot het is gedownload. Ik moet toch iets vertellen, toch? Ik zat te kijken tot ze welke versies ik allemaal had. En ik heb enigszins vals gespeeld. Ik heb stiekem namelijk nog steeds Java op mijn computer staan, alleen dat is versie 7. En ik kan nergens meer versie 7 vinden, dus ik durf het niet te verwijderen. Omdat het enigszins gewoon back to the old days, terug naar Java 7. Oké, wat je moet eventjes doen is alle sub-interfaces selecteren. En ik zet hem weer eventjes op mijn E-schijf, want mijn C-schijf is ietsjes kleiner. Nieuw map. Java 1.8 JDK. En zet ze niet in dezelfde map. Pro tips. Pro tips bij Tim. Hartstikke idee. Dus, hoppakee. Hoop dat hij niet de oude, mijn oude JDK verwijdert. Hij wil be really mad. Niet dat je er iets aan hebt tegenwoordig, maar je kan jezelf foutloos controleren dat je niet stiekem in Java 1.8 schrijft. Sommige programma's die zeggen, ik wil Java 1.7. Zo van, oké, ik ga wel weer terug naar 1.7. En dan had ik toch niet die JDK klaarstaan. Waarom? Oh, hij wil opnieuw de JRE installeren. Dat klopt. New that one. En Java. Heb ik nou dat met hoofdletter gedaan? Nee, hè? Even opletten. Consistent zijn Tim. Zonder hoofdletter. Oké. Java 1.8 JRE. Eigenlijk is die vorige die we hiervoor hebben geïnstalleerd al een JRE, maar een tweede, dan zijn ze goed gelinkt met elkaar en weet ik het allemaal. Het kan geen kwaad om een tweede te hebben. Laten we het daarop houden. Dan heb je een Java productie en een Java development. Die apart moeten geüpdate worden. Yay!
Maar het voordeel is, als je een programma wilt gebruiken en die heeft een nieuwere versie nodig, dan hoef je niet per se je software van je ontwikkelomgeving aan te passen. Close. Dus, als het goed is, en misschien moet je hiervoor je computer opnieuw opstarten. Ja. Java min version. Ik hoefde het niet. Is min version. Ups. Dat wist ik niet eens. Min version. Staat er dus Java 1.8, SE, huppelepups, runtime environment, RE, bla 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 bla. Leuke informatie, mocht je het ooit nodig hebben. Ik heb geen idee. Ik niet. dus, we hebben nu momenteel dus de Java geïnstalleerd. Tweede stap van deze installatieprocedure is Eclipse. Zelf gebruik ik IntelliJ. Dat is mijn favoriete programma voor Java development. Maar omdat het een tutorial based is en we moeten... Ik probeer jullie zeg maar dingen aan te leren en zeg maar Eclipse houdt iets meer je handje vast. IntelliJ die loopt iets meer te klagen over dingen dat niet mooi is of dat efficiënter kan. En dat is allemaal extra ruis wat we eigenlijk liever niet hebben, als je mij vraagt. Dus eigenlijk hoor je trouwens je computer opnieuw op te starten, maar in de sakes van ik ben lui en doe het niet. Installeer je de nieuwste versie van Eclipse. In dit geval is dat volgens mij Neon. Ik heb niet helemaal geweldig opgelet. Ja, Neon. Haha. Waarschijnlijk krijg ik dat hier nog 10 keer te zien. En dan kun je de nieuwste versie van Eclipse installeren. Ik hoorde dat het een installer was tegenwoordig. Ik heb niet opgelet. Ja, vroeger was dit een zipbestandje en dat kon je gewoon overal neerzetten waar je wilt. Tegenwoordig is het een installer. Wat best fancy is. Dank je, Oemp. Dus... voor de sake sluit ik deze weer af. En dan gaan we weer verder. Welke versie van Eclipse heb je nodig, Tim? Nou, eigenlijk is het de bovenste. Even kijken. Zie ik eventjes snel de andere die ik zoek. Nee, die staat niet in de installer. Ja, de IDE voor Java developers. Heel simpel, wij zijn Java developers. IDE staat voor Development Environment, maar de IW ik zou het niet weten. Whatever. Installation folder. Ja. Hij heeft zelfs door dat ik het in E wil. Create start menu. Die niet. Zo. Hartstikke idee. Welke, waar jij je shortcut wilt, dan moet je zelf weten. Ik vind ze op deze. Ik vind op mijn desktop behoud ik normaal heel leeg. Alleen dingen waar ik nu mee bezig ben, die staan erop. Ik ben met veel dingen bezig. Maar over het algemeen staat mijn dingetje altijd leeg. Ik vind het gigantisch irritant. Om iets anders daar te hebben. Dus hey, vandaar dat ik het niet op mijn desktop zet. En menu entries zijn altijd fijn. Kun je hem gewoon zoeken. Dus ja, eventjes wachten met installeren. Hij zet alle dingen op de goede plek. Pakt een zipje uit. Doet zijn ding. Voor mij zet hij ook meteen mijn path environment. Terwijl we dat gaan, kunnen we ook even checken. Even kijken. Niet? Moet ik daar moeilijk voor doen? Configuratiescherm ga je heen. En dan typ je in het zoeken van configuratiescherm de letters PATH, path. En dan ga je naar je ontwikkelomgevings. En dan ga je controleren of Java Home ertussen staat. Bij mij staat hij ertussen. Dus ik ga er stiekem vanuit dat hij dit tegenwoordig zelf doet. Of ik heb... Maar als hij dit niet heeft gedaan. En voor mij heb ik dat vorige keer niet gecleared. Zet hem naar je home locatie. Dus Java JDK. En dan naar deze plek. Dus wat je dan doet. Naam, Java, underscore, home. Volledig hoofdletters, let daarop. En dan zeg je, hey, dit is de plek. Oké. Want blijkbaar had er nog een JDK hier staan? Nou, ik wou zeggen. Gekke computer. Dus hoppakee. Opgelost. Ondertussen is Eclipse opgestart. Gefeliciteerd. Launch. Oh, Neon 2 is het al. Ik kan me nog herinneren dat ik vorig jaar probeerde Eclipse te installeren. Dus, oké. Nu vraagt hij voor een workspace. Zet dit op een plek waar je het handig vindt. Ik heb zelf een... Ik zoek hem even eerst zelf op. Zet in documenten workspace. Ja, dit is mijn workspace. Hoppakee. Ik heb hem zelf op een iets andere plek. En dan zeg ik gebruik deze standaard... met een oudere versie. Klik. Ja. Ik heb vroeger natuurlijk ook Eclipse gehad. Dus hij zegt van: hey Tim, vroeger had je een oudere versie van Eclipse. Oké. Dat klopt.
Sorry, ik heb niet alles gecleaned. En ik zou je besparen wat hier allemaal staat. Allemaal enge magie. Als het goed is, zou deze hele lijst leeg zijn. Bij mij natuurlijk, omdat ik al eerder heb geprogrammeerd. Lup. Waar staat close? Close. Omdat ik al eerder heb geprogrammeerd, staan hier allemaal oude projecten van mij in. En voor de sake van de tutorial, hou ik dit voor je leeg. Lol. Blijkbaar kun je dat niet in één keer doen. Bugs in de code. Bugs in de code. Dus, als het goed is, zou dat ongeveer een leger eruit zien. Misschien dat je een pagina krijgt. Blijkbaar moet je ze niet te snel achter elkaar doen. Oké, maar waarschijnlijk zou je misschien een scherm krijgen met: hey, je gebruikt voor het eerst Eclipse. Welkom in de wereld. Wil je hier uitleg over? Wil je hier uitleg over? Weet ik het allemaal. Wat dat betreft zal ik eventjes... Misschien dat ik dat kan emuleren met jullie. Switch workspace, andere. Waar staat mijn desktop? Bureaublad. Workspace. Zo, eens kijken of ik dat zo kan doen. Misschien. Ik ga even kijken of ik dat kan nabootsen met jullie. Wacht. Voor mij wel. Volgens mij is dit een grap om dit te emuleren. Alsof je een nieuwe computer hebt. Kom op, Eclipse. Kijk, krijg je dit scherm? Heel simpel. Je kan dit allemaal van me doorkijken. Je kan dit allemaal checken. Van, oh, dit is fijn, dit is fijn. Ik klik het altijd gewoon weg. Ik vind het useless. Dingen die ik zelf wegklik. Om wat ik fijn vind als layout. Is de tasklijn weg en de outline vind ik hier fijn. Het is gewoon hoe ik werk, maakt niet heel veel uit. Dus als je denkt van Tim, hoe doe je dat? Je kan gewoon slepen met deze dingen. En ja, zoals de previewer probeert hier een layout te geven van oh, zo doet hij het. Dus ja, ben eraan gewend. En vanzelf zullen we in de andere afleveringen wel een andere layout nemen. Dus ik probeer hem altijd zo te doen dat de icoontjes net zo naast elkaar zitten. De outline gelijk met dit ding. Anders irriteert het me. Het zit één pixel scheef. Maar hey, dat is ongeveer wat we deze aflevering gaan doen. Als je wilt weten of alles goed is gegaan, dan kunnen we even een testproject maken. En dan zeggen we new class. Even kijken. Test. Foei. Dan kun je daar even kijken. Doe ctrl spatie. En als je dan main doet. Sout. Hoi wereld. Hier komen we volgende les op terug. Dus als ik een beetje te snel ga. Geen probleem. Maar als je dan hier. Als je dit snel overneemt. Van wat hier op het scherm staat. En hij zegt hier tegen jou. Hoi wereld. Dan doet hij alles goed. En dan kunnen we zeggen. Jee, je hebt gefeliciteerd. Alles werkt. Zo niet. Laat even in de comments achter wat bij jou niet werkte. Ik probeer natuurlijk alles zo goed mogelijk af te gaan. En vanaf een clean installatie te gaan en alles laten zien hoe het werkt. Maar mocht ik te snel zijn gegaan of iets onduidelijk hebben gezegd, laat gewoon in de comments achter. En dan zeg ik voor nu, bedankt voor het kijken naar deze aflevering. En tot de volgende keer. Doei doei!